Yo, wat up gasten! Ja, het jaar 2011 is weer voorbij en daarom gaan we erover praten. Wat is er nou mooier dan denken aan die goede oude tijden? Hoe wij met z'n allen Mauro eruit hebben gestuurd. Of hoe wij een paar miljard hebben gegeven aan Griekenland wat we nooit meer terug gaan zien. Maar 2011 was met name het jaar van de dictatoren. Ze hebben het afgelopen jaar het nieuws gewoon gedomineerd. Denk aan Gaddafi, Kim Jong-il, Mubarak, Britt Dekker. Oké, misschien op het dekken niet helemaal dat rijtje thuis, maar ik weet zeker dat zij naar school zou gaan en denken dat de gemiddelde scheikundeleraar Bin Laden is. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want we weten allemaal dat Britt heel veel moeite heeft met normaal denken. Ik durf te wedden dat zij de enige is in Nederland die gewoon vindt dat zanger Rinus goede muziek maakt. Niet dat dat zo erg is, want zanger Rinus is wel een beetje onze Justin Bieber geworden. Ik bedoel, ze zingen allebei zo vals als een kraai, zegt de man die vorig jaar de Verse 50 song had. Maar helaas zijn zanger Rinus en Justin Bieber niet het soort kraaien dat in een vliegtuig vliegt bij Schiphol. Even alle grappen aan de kant, want Justin Bieber heeft wel wat geflikt dit jaar. Zijn film Never Say Never is meer bezocht dan Michael Jackson's film This Is It. En laten we eerlijk zijn, dat was wel de laatste wens van Michael Jackson. Gewoon een minderjarig jongetje boven hem. Maar dit hele verhaal is wel tegenovergestelde van Charlie Sheen. Hij kwam vorig jaar uitgebreid in de media toen bekend werd dat hij heel veel cocaïne snoof, pornosterren neukte en ga zo maar door. Hij werd wereldwijd bekend als de grote viespeuk van 2011. En laten we eerlijk zijn, dat is hij ook wel. Ik bedoel, welke jongen zou nou in godsnaam elke avond een meisje willen neuken? Laat staan elke avond een ander meisje willen neuken. Oh, hoe durft hij? Dat doe je gewoon niet. Daarnaast heeft hij ook nog geclaimd dat hij tijgerbloed heeft. En met alle respect van dien. Maar ik heb Simba in The Lion King nooit hoeren zien neuken, hoeren zien slaan of cocaïne zien snuiven. Het enige wat hij deed was zingen met een paar vogels. Het kan aan mij liggen, maar er zit een heel groot verschil geloof ik tussen zingen met vogels en cocaïne snuivel op de pornosterren. Even tussendoor, ik denk trouwens wel dat Timon en Pumba waarschijnlijk een paar jointjes hebben gerookt voordat ze de film opnamen. Volgens mij was Charlie Sheen ook de enige mens op aarde die boos was op de tsunami bij Japan. Ik bedoel, die tsunami heeft meer meisjes nat gemaakt dan dat hij in zijn hele leven zou kunnen doen. En daarnaast kwamen de meisjes daar ook nog een keer stralend naar buiten. Het enige wat mij erger kan lijken dan Charlie Sheen als vader is Amy Winehouse als moeder erbij. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn met z'n allen. Het enige verschil tussen Amy Winehouse en het aantal meters wat ik loop per dag is dat ik dan wel de 30 haal. Maar Amy Winehouse is het afgelopen jaar overleden. En haar muziekcarrière is gewoon beëindigd omdat ze ergens de lijn moest trekken. Een snuiflijn. Naast Amy Winehouse is nu ook Steve Jobs gestopt met roken. En dat allemaal terwijl Moerdijk nog maar net begonnen was met roken. Op zich was dat hele gebeuren bij Moerdijk best wel erg. Alleen kunnen we daar niet in het volg dan de Occupy's neerzetten? Dus laten we hun daar gewoon lekker hun vakantie vieren en ze passen ook behoorlijk goed bij de grond. Want aan allebei hebben we niks. En wie weet mogen we nog wel een keer kennis maken met het enige dier op de wereld met een lul op zijn rug. Oh, dat is het politiepaard. Ik ben sowieso al benieuwd of we überhaupt het woord kapitalisme kunnen spellen op Wordfeud. De zomerhit van 2011 was Party Rock Anthem. En zonder enig verder gelul ga ik nu gewoon een tekst oplezen van een couplet uit het nummer. Oké. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Put your hands up to the sound, put your hands up to the sound. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sound. To the sound, put your hands up. Ik weet niet wat LMFAO heeft gedacht. Alsof iemand die bij de eerste 14 keer dat jij dat zegt niet zijn handen in de lucht doet, bij de 15e keer denkt van hé, nu doe ik wel een keer mijn hand in de lucht. Ik persoonlijk plas toch liever in de plaszak van de NS dan dat ik dat nummer de hele tijd aan moet horen. En dan nu is het tijd voor sport. We gaan allereerst even kijken naar een fragment van vorig jaar. De conferentie van 2010. Er is één man die alle penalties kan tegenhouden. Geert Wilders. We zetten Geert Wilders op goal en die houdt toch alles tegen. Jij komt er niet in, jij komt er niet in. Jij komt er niet in. Hoe prachtig is dat? Tadaa, wereldkampioen. Maar er is hier nog een keeper die ook alles tegenhoudt. Zelfs de supporters. De doelman van AZ. Wiens naam ik even niet meer weet. Heel goed van mezelf. Hij houdt misschien niet de ballen tegen, maar wel de supporters. En daar heb je ballen voor nodig. Alleen is het dan weer jammer dat hij niet de crisis tegen kan houden bij Ajax. Maar laten we even eerlijk zijn met z'n allen. Ajax is vernoemd naar een Griek. En dan vraag je ook wel om een crisis. En als Johan Cruijff dan aankomt met de oplossing, mag je van mij best vertrouwen hebben in Johan Cruijff. Maar dan eis ik dat je ook vertrouwen hebt in de 3J's op het Eurovisie Songfestival. Bij allebei ben je toch onredelijk bezig, dus het maakt niet meer uit. En met dat in mijn achterhoofd zou ik nog liever mijn geld brengen naar Griekenland dan naar Ajax. Maar sowieso gaat het nu heel erg achteruit in Griekenland. Het schijnt zelfs dat alle hoeren tegenwoordig gratis pijpen, zodat ze alsnog een warme maaltijd binnen kunnen krijgen. Ik kijk nu op mijn telefoon en ik heb hier een hele slechte grap staan. Ik vertel hem gewoon. En je kan de Grieken ook natuurlijk helpen. Steun daarom Gyros 555. Ik
Mijn humor is achteruit gegaan. Vanuit Griekenland gaan we in één keer door naar Frankrijk, naar de Tour de France. Johnny Hoogland, de Nederlander die afgelopen jaar over een hek viel. En niet zomaar over een hek, nee, hij viel in het prikkeldraad. Maar gelukkig is Johnny Hoogland een hecht team naast zich. Toen dat gebeurde had Johnny Hoogland eigenlijk de Tour verloren, hij lag eruit. Maar hij ging wel door met fietsen. Maar je kan het ook positief bekijken. Vallen in een prikkeldraad en heel veel hechting in je been krijgen is nog altijd minder pijnlijk dan een heel album van Rebecca Black luisteren. En met deze terugblik over 2011 hoop ik dat we in 2012 eens wat normaler gaan doen, man. Yo, wat op gasten. Allereerst bedankt voor het delen van deze video met al je vrienden. Deel deze video met name via Hives, Twitter, Facebook, MSN en de rest van die meuk. Daarnaast ga ik deze week ook de allernieuwste Call of Duty verloten. Je moet alleen geabonneerd zijn op mij, deze video leuk vinden en hem toevoegen aan je favorieten. Daarnaast moet je ook even als de wie weer abonneren op youtube.com/maakseks lekker veilig. Want ik ga in de loop van deze week 3 moddervette cadeaus weggeven aan een van die abonnees. Daarnaast zou het super tof zijn als je even abonneert op mij. Het staat nu heel groot in beeld, dus druk er gewoon op. En dan zal ik altijd van je houden.